Goedendag, het is zondag 20 maart en we zijn vandaag bij de omloop van de Houtse Linies. Michael, we staan hier voor de wedstrijd. Het is vandaag de omloop Houtse Linies. Wat weet je van de wedstrijd? Ik heb van de week 3 rondjes gekend, samen met Bram de Kort. Ik weet gewoon dat het over het hele rondje smal is. De wind gaat invloed hebben en ja, het wordt gewoon een harde koers. Sjaak, ploegleider van dienst. Wat is het plan voor vandaag? Het plan is proberen vanuit vertrek uit, proberen de keren de boom te schudden om te kijken dat je een overtalsituatie kunt creëren. Wij hebben hier natuurlijk niet echt een sprinter. Ons voordeel zou zijn als er wat meer wind staat. We hopen dat er later in de middag, zoals de berichten zijn, dat hier wat meer wind opkomt. En dan horen we daar ons voordeel mee uit te halen. Succes vandaag. Thank you.
namens Jordan de Rijken. Oh, dat is mooi, dat is mooi. Dat is heel mooi voor Jan Willem Schip. De man van Jordan de Rijken. Hier is Jan Willem Schip. En een mooie overwinning. Dan is terug voor de tweede plaats 2 en 3. De mannen van het zakenteam Jokers. Kom mee, Mike van Schip. Jawel, win met van Schip. Oh, de derde plaats bij Witselaar. Daar blijf ik vanaf. Die mannen zaten schouder aan schouder. Pakt hier een mooie overwinning. Hier in de binnenkomst ook van Michael Bos. Elmar, derde Houtse linies. Net derde. Net derde. Ik hield nog net genoeg over. En het van tweede. De finale rijdt er eentje weg en we reageren gewoon te laat. En dat was nog te kort voor de finish om het gat nog dicht te rijden. Als je eigenlijk inderdaad terugkijkt naar de kopgroep, die hebben we een overtal. Ja. Drie renners en dan maak je het niet af. Nee, maar als je met drie renners op 7 zit, maakt het ook niet altijd makkelijker om te winnen. Want er wordt ook direct naar jou gekeken en naar de andere twee. Twan Brusselman, tweede Houtse linie. Ja, jammer. Hoe heet het? Laatste kilometer Rian Willenberg. En ja, moment van twijfel bij eigenlijk iedereen in de kopgroep. En ja, hij was weg, dus jammer, maar niks aan te doen. We hebben drie man in de kopgroep. Ja. En lukt het dan echt niet meer om de laatste meter nog te dichten? Nou ja, Michael die had echt heel goed zijn best gedaan, veel kop gereden. En die moest er al de laatste ronde één keer af, maar die kwam weer terug. Dus die was al echt redelijk kapot. En die heeft heel de kassijs gewoon kop gereden. En toen, ik en Elma die zaten een beetje naar elkaar te kijken, wat jammer was. Met drie geweldige paardjes. Laat het hier in de houten voor Elma Rijnders, Twan Brusselman en Jan Willem Vasje.